Gelukkiger kun je hem niet maken. Rasbeverwijker Alex van Luyn kijkt naar boven en ziet dat zijn wijkertoren aan de beterende hand is en langzaam de oude wordt. De dokter heeft hem het juiste medicijn gegeven. Hij is genezen van zijn flectivus en daar zijn wij Rasbeverwijkers ontzettend blij mee. Een paar weken geleden nog maar maakte hij zich ernstig zorgen over het herstel. De restauratie van delen van het voegwerk veroorzaakte grote kleurverschillen. De gemeente vroeg om geduld. Na een paar jaar zou er geen onderscheid meer zijn. Technisch gezien is het ook zo. Na verloop van jaren wordt de muur donkerder. Maar u heeft waarschijnlijk net als ik gemerkt dat er in Beverwijk nogal wat mensen waren die dat geen goed idee vonden. En toen hebben we gezegd, laten we nog even kijken of we er toch niet iets anders van kunnen maken. Dat gebeurt nu dus en het recept is simpel. De aannemer smeert een mengsel van bladeren, aarde en zand uit dakgoten op het voegwerk. Het resultaat is een geslaagde verouderingskuur. Sommige plekken zijn nog wel wat donker, maar dat verandert zodra het vocht eruit is. Je ziet nu dat de witte voegen nu weer een beetje de oude kleur aannemen. En dan krijg je natuurlijk altijd wat kleurverschil, maar dit is zoals het hoort. Ik vind toppie Beverwijk, gemeente Beverwijk, in dit geval chapeau dat jullie de koe bij de horens hebben gepakt en de wijkertoren in oude glorie hebben hersteld. Dank u.